Heel even, dames en heren, mag ik even gouden kopjes pakken? Mag ik even? Ja. Nee, dat kan. Nee, mevrouw Schouten die loopt achter in de vraagwagen voor die zooi te zoeken. Maar dan zeg ik, dan haal ik even gouden kopjes op. Want de heren van de muziek hierachter, die denken dat ze God zijn hier, hoor. Die denken dat ze overal de rotsen kennen laten staan. Maar ik moet het afwassen. Nee, de zooi staat aan te koken. Daar heb ik heel geen zin aan. Ik wil ook een keer op tijd naar huis. Heb je nog een kopje, dames? Nee, jullie zijn van netjes. Kijk, jij is de achter je pianola daar. Hierzo. Wat staat er? Plukvink. Wat staat er? Hierzo. Ja, hierzo. Hier, grootharing. He, ja, je laat de zooi gewoon bestaan. Ja, jij kan wel lachen met je arrogante hazels daar. Maar je hebt ook rotzooi gemaakt, hoor, je kleedkamer. Ja, ik heb die kopjes net weggehaald. Er leg ook nog een onderbroek van je. Ja, binnenste buiten. Ja, maar ze denken dat ze God zijn. Maar ik heb overdag ook werk zaad, hoor. Ja, ik heb overdag nog een baan en s'avonds dit. Maar ik zeg wel eens, als er iemand in de zaal is, wat, die meer uren maakt per week als ik, wat, dan mag je nou ter plekke doodvallen. Of opstaan, maar. Wat is dat, hé? Is die doodgevallen, hé? Is die dood? Wat heeft hij, hé? Een grappie? Achterlijke dakhoos daar je erbij zit. Dat is de mensen een hartverzakking bezorgen, hoor. Ja, je hebt gewoon geen klap te doen met je trommeltje dan. God, je zooi maar opruimen, want ik ben het zat nou. Jullie allemaal, de rotsie opruimen. Schiet, ja, jij ook. Zeg, schiet maar op met je harem. Huppatee, ja. Ja, ik hoorde net mevrouw Schouten al zeggen, als jullie zo belabberd blijven spelen, dan huurt ze een karaokeapparaat. Dus. Dan is ze een goede koper uit. Ja, je hebt een hele goede karaokeapparaat. Hou op, schei uit. Mijn zoon hebt er ook in. Die heeft hij 2 jaar geleden van mij gekregen voor zijn herfstrapport. Toen had hij me 4 onvoldoendetjes erop. Dus als hij minder dan 5 onvoldoendes heeft, mag hij van mij een altijd een duur cadeau uitkiezen. En nou wou hij gas elkaar roken, dezelfde die Fraasbrouwer in zijn caravan op stond. Ja, die heb ik gekocht. 1500 waardboxjes hebben erbij gekocht. Cinema Surround System zit er bovenop. Ja, zo'n dolblij system zit erop, wat zo rond zijn. Ja. Ja, maar mijn zoon is heel muzikaal, hoor. Want hij zou 2 jaar geleden zou hij meegedaan hebben aan Idols. Maar ja, goed. Hij is niet verder gekomen als de kantine door. Dus, ja. Nee, maar de kom heb ze lopen klieren. Hij kent zo klieren. Hij had hij bij dat jurylid, hoe heet het wijf? Sherry, weet je wel? Sherry Kaagman, die kent ze wel, hoor. Die buikspreekpop, zeggen we altijd. Alleen dat kindertje beweegt. Weet je, alleen dat kindertje. Zo houdt die pop, ja. Ja. Maar had hij, nee, maar dan had hij bij Sherry, wat? Had hij een stinkbommetje onder de stoeltje gegooid, hè? Toen liep ze later door de gang en toen had hij gezegd, ja, mevrouw Sherry, nog ruik u net zoals u kijkt. Oh, ja. Ja, maar hij durft, hè, hij durft. Maar het is een apart kind, hoor, wat ik heb. Ja, ik heb ze maar één, ik ben de stapel op, maar ik vraag me wel eens af, is die weer helemaal normaal? Ja. Ik heb pas geleden gevraagd bij de huisarts. Ik zei, had hij bij zijn geboorte soms asemgebrek gehad of zo? Ja, het is een zware bevaling geweest, hoor. Want in plaats van persen kneep ik hem. Ja. Ja. Ja, dat is je moederinstinct. Je wil ze in je eigen houden, hoor. Dus ja. Hij kwam ook heel agressief, kwam die ter wereld, hoor. Want die gynaecoloog die trok hem er zo uit en die gaf zo een tikkie tegen de billetjes voor de ademhaling. Nou, hij mepte geluid terug. Ja, en hij is altijd een lastpak gebleven. 2 jaar oud, 3 jaar oud, janken bij de baatsmeer. Dat moest hij en dat moest hij. Overal zijn zinnen hebben karrenvol hek voor hem gekocht. Ja, daar kun je alleen nog aan voor werken. En hij is nog lastig, hoor. Alle dagen super lastig. Want ik heb ook gevraagd in de huisarts, had hij soms ADSL? Ja, nou, hij is alle dagen super lastig, hoor. Erg, hoor. Ja, die huisarts die zegt van niet. Hij zegt, mevrouw, u bedoelt waarschijnlijk ADHD. Ik zeg, ja, dat kende ook wel. Ja, want hij heeft ook alle dagen haar de drol, hoor. Ja. Hij is helemaal verkramp, hij is verkramp. Hij kan zijn eitje niet kwijt. Vrienden heeft hij niet, zo smoel werk en zijn eigen man vervelen. Alles waar je koopt, zo smoel, erg goed. Vrienden heeft hij niet. Ik heb ook gezegd, nou met de krokusvakantie. Ik zei, hij blijft binnen, hoor. Ik zei tegen mijn man, hij komt de straat niet op en het werk ben, hoor. Ik zei, we kopen wel wat leuks, weet je. Hebben zo'n platen televisie, zo'n LSD-scherm gekocht. Ja. Ik zei, maar als hij de straat maar niet opgaat, hoor. Want ja, met de kersen me zo, dan loopt hij zijn eigen te vervelen. Dan ben ik aan het werk.
Heb je bij de buurman heeft hij een zevenklapper in de duiventil gegooid? Hè? Ja, je zit te lachen, maar de buurman het prijsduiven zitten, hoor. Oh, ik dacht dat de buurman zijn kussen uit stond te schudden, hoor. Oh, hele straat vol met veren. Oh. Ja, maar er stond de buurman met een haakbijl op mijn stoep, hoor. Maar dan neem je het op voor je kind. Ik zeg ook, ze nou, ik zeg, waar ze prijsduiven lang zat, zeg ik tegen de buurman. Ze, volgens mij heeft ze gekruist met scheidlijstjes van mijn hele vensterbank gevuld. Ja, natuurlijk. Ja, dan koop je wat leuks voor de kind, weet je, dan knapt ze die weer op. Maar ja, je weet het niet meer bij kopen, want met Sinterklaas ook nou, ja. Hij gelooft al lang niet meer, want hij is 15 jaar. Maar ja, als het om cadeaus gaat, zijn ze geloven eerst de pauze, hoor. Hè? Ja, wat nou? Nou, met Sinterklaas wou je ineens een nieuwe fotocamera. Maar ja, had je nog twee niet eens uitgepakt op zijn kamer, hoor. Dus, maar hij wou er een met 6000 megapuckels, dat had je nog niet. Ja. Ja, ik heb hem gekocht, zo'n dure, weet je, van leuke, joh, zo'n 800 ballen, zo'n ding, ja. Ja, maar mijn man was pislink, hij zei, je bent niet goed snik. Hij zei, je loopt me te kopen, ja, mijn man is jaloers op hem, hoor, echt, hoor. Ja, mijn man zei, die gozer had de kop vol met megapukkels van het vreten van de berenlongen uit de muur, ja, ja. Ja, wat ik aan het werk ben, dan heb je trek, hoor. Dan staat hij die frikadellen uit de muur te hapen, weet je. Hij vreet er soms al 6 of 7 op een dag op, ja. Kitse zak gaat ze weer verhoog. Maar ja, goed. Ja, je houdt ervan. Maar je hebt ze enkel op mijn trameland. Eerlijk, man. Want dan kon ik weer op school komen, laatst. Heeft de leraar in zijn arm geknepen. Ja, die leraar weet helemaal niet meer wat opvoeder is. Ja, ja, je zag niks aan zijn arm. Maar ik ben op hoge poten naar school gegaan. Dan zit die leraar ook. Ze wil je met je klauwen van mijn zoon afblijven. Ze verslaan hem zelf, verdikken me nooit. Ja, we hebben wel eens een paar keer moeten slaan, hoor. Maar goed, dat was uit zelfverdediging. Maar ja, die leraar die zei dat jochie is onhandelbaar. Hij zei, loopt de hele dag te vloeken op straat en vieze woorden te roepen. Ik zei, dat doet hij thuis ook! Zou er maar een keer op internet kijken, want je kind kan maar keren als die vieze woorden roept. Zou misschien dat hij wel die ziekte van Jules de Lotopet. Ja. Maar ja, goed. Je neemt het voorop, hoor. Je neemt het op voor zo'n kind, hoor. Wat je houdt ervan. Het heeft ook heel lang geduurd voordat we hem konden krijgen, hoor. Hou op, schei uit. We hebben 12 jaar tegen de klippen opleggen, wippen. Ik wou het zo graag een kindje. Kun jij je niet voorstellen, echt, hoor. Ik was te zwaar te overspannen van. 11 jaar lang hek op de kalender zitten turen. Elke maand zat ik in de spanning en elke maand was het weer een fiasco. Dan had ik weer mijn poes in de hangmat. Ja, en waar het al laag, hoor. Hè? Waar het al laag, Joost maag het. Weet je, we waren helemaal nagekeken. Maar dan zei hij tegen die gynaecoloog, ze kijk, verdikken me een keer naar mijn man, misschien leg het dan hem. Maar die gynaecoloog zei, nee mevrouw, die zaadlaaiers zijn kalkvrij. Dat zaad, dat zwempen ze hier. Dus ja, dat was het niet. Is ze nou, dan is er wat mis met mijn kippenhok. Maar nee, mevrouw, u hebt een prachtig kippenhok. Hij zegt, het staat er mooier bij als een duimvielen in Gran Dorado. Dus ja, dat was het niet. En toch was ik nooit zwanger. En toen, 11 jaar, toen werden we ineens gebeld door het AMC. Dat ligt bij Amsterdam. Of dat we mee wouden werken aan een test. Want er kwam een gynaecoloog van Amerika, hoor. En die boekte hele goede resultaten aan een babywoud. Dus mijn man en ik te heen, ook knappe aard. Oh, het leek dokter Kil, nee, wel, hoor. En die zat allemaal vragen te vragen. Ik verstond er geen hout van. Dan zat hij alles op te schrijven. Maar er zat een vertaalstertje bij, dus... En die zaad maar alles was oké. Okay. En ineens zit de wijf en ze zei, dan moet u even achter het gordijn gaan met uw man. Moet u even samen uitkleden. Moet u heel even aan de arts laten zien hoe of dat u thuis altijd de liefde bedrijft. Ik zei, dag. Dag. Ik zei, ik werk niet mee aan die porno. Hoor. Ze zei, nee, maar iedereen doet het hoor. Dus ja, mijn man zei, ook werkt toch mee, zit hij tegen me. Ja, mijn man kan overal hoor, echt hoor. Ja. Ja, we maken bij ons in het dorp geen eens de blokken meer inkomen. Dus dat weet je wel, hoor. Dus, ja. Dus wij ons eigen uitgekleed achter het gordijn. Moesten we op zo'n bed gaan leggen. Je kan die beden wel, hoor. Met zo'n papieren rol erop, hoor. Nou, we lagen te kraken met z'n tweeën, hoor. En in ene komt die arts met hem hoofd. En die staat even naar ons te kijken. Dan zegt hij, oké, stop it, stop it. Nou, toen moesten we er al mee ophouden. We waren nog ineens klaar. Dus.
En toen komt hij terug naar hem zijn bureau, die arts, toen begon hij allemaal dingen op te schrijven. Mijn man zei, wat zit hij nou te schrijven? Ik zie ook, ze, dat weet ik wel. Ik zeg, een receptie. Ik zei, we aan de kennis aan ons verdienen, we zullen wel weer wat in je matten slikken, hoor. Dus wij gelijk de briefje meegenomen naar de apotheek. Maar ja, daar konden ze het middel niet, ze hadden er nooit van gehoord. Hoe heet het nou? Goed. Waar heb ik het altijd noemen? Tritioterol was het, maar ze konden het niet. Hij ging kijken in de boek. Hij zei, nee, hij zei, we hebben het. Hij zei, tritiotypan heb ik wel. Hij zei, maar dat is voor druipneuzen. Ja. Ik zei, nou, dat hebben we niet, hoor. Nee. En toen ging hij opbellen, hoor. Andere apothekers had hij afgebeld. Niemand kon het middel. Er was er een die belde terug. Hij zei, ik heb tritiotigleen. Kan het voor evenwichtstoring zijn? Ik zei, nou, dat kan ook niet. Want mijn man en ik zijn niet van de bed afgevallen, hoor. Dus, ja. Nou, toen zei hij, spijt mij. Hij zei, wij kunnen dit middel hier niet. Het is een lekkere apotheker, ben jij. Zie, je hebt toch gestudeerd met die botte hersens hierboven komen? Zei, misschien mooi zo'n botte hap een keer goed aan het werk, zei het. Ik zei, dan pak je de telefoon van de toonbank, bel je even op naar Amerika, want of dat het middel betekenen kan. Hij zegt, verrek. Hij zegt, is het Amerikaans dan wat er op de briefje stond? Ik zeg, ja! Hij zei, maar nou snap ik er wat er stond. Hij zegt, hier staat geen tritioterol. Hij zegt, hier staat try the other hole. Mijn man ging zo langs de toonbaan zijn. Maar ja, toen hadden we mijn zoon al met 8 maanden, hoor. Ja. Ja, hij was nog een maand te vroeg. Toen kwam ik best wel blijven roken. Ik rookte 2 pakjes per dag. Ik kon niet stoppen. Van de zenuwen, mijn man zei, je lijkt wel een indiaan, je zit die baby uit te roken, maar nee. Nee, het waren de zenuwen dat ik bang was dat de kind niet gezond zou wezen. Het is je moeder instinct. Maar ja, ik stop met de klep, ik moet opschieten. Hij zat vanavond te janken, ook wil ik je eerder naar huis. Hij zat te janken, mama, kom ik je eerder thuis? Ja, kom. Hij zit niet lekker in zijn vel. Afgelopen zondag heeft hij zijn teen gekneusd in de gokhalen. Dan kom je op zondag, sturen we hem altijd weg, weet je, dat is mijn enige vrije dag. Dus dan zeg ik altijd, move met je drukke gedrag. Mama moet tot rust komen, dan mag je van mij naar de gok halen. Vindt hij leuk? Ik heb die 100 eurotjes mee. Ja, meer niet, want ze moeten een grens kennen. Maar had hij het lopen verbrazen, hoor. Maar als hij om 11 uur door zijn cent heen, dan mag hij voor 6 niet thuis komen. Had hij keihard tegen die flippenkaas aangetrapt. Ja, ze heeft tegengekomen. Kon ik op een vrije zondag achter die gozer aan, hoor. Ja, en dan sta je bij die arts, je schaam je voor je eigen kind. Dan staat hij te hangen met die handen in zijn zaken zo. Ik zeg, geef die arts, verdukken me dus netjes in de hand. Zo heb mama je opgevoed. Hij zei, jawel mama, maar ik voel me kloot. Ik zie, hoor, mooie handen uit je zaken, hoor. Maar die artsen vertegenwoordigen ze ook niet meer van vroeger, hoor. Wat denk je dat die arts zegt? Hij zei, mevrouw, hij zei, die teen valt wel mee, maar ik heb de indruk dat uw zoon op de rand van overspannenheid zit. Ik zei, daag. Overspannen? Ik zei, nou, ik zeg een ander verhaal. Ik zeg, als er één overspannen is, dan is zijn moeder toevallig. Ik zeg, ik werk dag en nacht voor die zooi van die gozer. Hij ziet op ze komen. Hij moet het enkel maar uitpakken. Ik zeg, ik word overspannen. Zie je, kijk, dat bedoel ik nou. Zo hard stond ik te werken dat de hele zooi is aangekoekt. Ah, dat is het niet waar.